weer kijken naar een nieuwe boekenvlog. En ik heb echt heel veel zin om deze vlog op te nemen. Want voor mijn gevoel is het heel lang geleden dat ik een boekenvlog heb opgenomen. En ik vind deze video's altijd het leukst. Omdat ik gewoon verschillende boekenactiviteiten doe. En het is van alles en nog wat met boeken te maken heeft. En ik vind dat gewoon helemaal gezellig. Ik ben een beetje snel buiten adem. En misschien hoor je het ook wel aan mijn stem. Want ik ben net ziek geweest. Alhoewel, ik ben nog steeds wel een beetje ziekjes. Het is niet dat ik echt super ziek was. Dat ik koorts had of zo. Maar ik merkte gewoon dat ik niet lekker was. En dat begon 2 dagen geleden. En ik wil gewoon nu beter zijn. Dus ik doe gewoon alsof ik beter ben. Het enige wat ik nog aan heb is lekker mijn joggingbroek. Dus ik heb nog wel even zo'n chill outfit aan. Maar dit is vandaag weer de dag dat ik heb opgemaakt en ik wil gewoon heel graag opnemen, dus dat ga ik doen. Maar als je het merkt aan mijn stem of aan dat ik buiten adem ben, dan weet je waarom. Er is één ding die ik de afgelopen maanden heel erg heb gemist en dat is boekshoppen. Zoals jullie weten, als je mijn video's kijkt, zit ik in een challenge en ik wil eerst alle fysieke boeken die ik heb uitlezen voordat ik nieuwe boeken van mezelf mag kopen. Nu ben ik er echt bijna, dus ik dacht ik ga even alle boeken verzamelen op dit moment die ik nog heb liggen. Die ga ik aan jullie laten zien. En dan kunnen we even kijken hoe ver ben ik nou. En ik zit er meteen over na te denken om dan te gaan stoppen met de challenge. En dat is niet omdat ik de challenge niet wil afmaken. Maar omdat echt heel veel mensen in mijn DM's op de video's reageren. Ik krijg gewoon meerdere berichtjes van mensen of ik ook de TBR met een prompt jar wil gaan doen. Heel veel mensen vragen dat echt al een lange tijd. En het lijkt me dus ook heel erg leuk om te doen. Maar toch elke keer, ik ga de challenge eerst afmaken. Maar toen zat ik te denken, als ik de challenge afmaak, heb ik natuurlijk geen boeken meer fysiek die ik kan lezen. Wat betekent dat ik heel veel boeken moet kopen om überhaupt mijn kratje te vullen. Of karretje, of ik weet nog niet waar ik het precies in ga doen. En dat is misschien wel een beetje too much. Om zoveel boeken dan allemaal tegelijk te gaan kopen. Dus ik dacht, misschien kan ik juist de overgebleven boeken dan ook in dat karretje doen. En dan vandaag weer nieuwe boeken gaan kopen. Daar heb ik echt zin in. En ik heb wat boeken die ik heel graag wil hebben. Dus ik dacht, misschien kunnen we vandaag even kijken welke boeken heb ik nog liggen. Waar kan ik zo'n karretje kopen? Ik weet sowieso dat IKEA ze heeft. Maar ik wil het graag in de stad gaan kopen vandaag. Want ik heb gewoon zin om dat op te zetten. En dan gelijk boeken kopen om het karretje aan te vullen. En dan kan ik misschien deze week of volgende week gelijk zo'n video opnemen. Ja, waarom zou ik dan die challenge afmaken als ik het net zo goed voor een nieuwe video kan gebruiken? Dan ga ik zelfs nog lezen natuurlijk. Alleen even op een soort andere manier. Het lijkt mij een leuk idee en ik kan het wel aan mentaal dat ik de challenge niet helemaal heb afgemaakt. Ik denk dat ik heel ver ben gekomen. Ik ga nu even snel alle boeken uitzoeken die ik nog heb liggen. Ik ben zo terug. Oké. Het zijn er iets meer dan ik dacht. Het zijn er in totaal 13. Maar er zijn wel een paar die ik niet kan lezen voordat ik een ander boek lees. Dus ik laat even heel snel aan jullie zien welke boeken er allemaal tussen zitten. The Housemaid's Secret. Dit boek wil ik heel graag lezen. Is deel 2 van The Housemaid. Dat boek vond ik heel goed, dus ik heb ook goede verwachtingen van dit boek. How to Make Friends in the Dark. Die had ik eigenlijk op mijn maart TBR staan. Maar ik heb niet zo'n zin in dit boek. Omdat ik weet dat het zwaar gaat zijn. En daar heb ik gewoon niet zoveel zin in. Dit boek kan ik dan wel in mijn TBR kaartje doen. Dan The Mysterious Case of Alperton Angels. In dit boek ben ik al begonnen, heb je in mijn laatste video kunnen zien. Dus die ben ik wel van plan om binnenkort uit te lezen. Ik denk dat dit het eerstvolgende boek is die ik ga lezen. Dus die kan al niet in mijn karretje. Dan heb ik nog The Book of Form and Emptiness. Die staat ook al heel lang op mijn TBR. Iron Flame. Die wil ik natuurlijk ook snel gaan lezen. Het is wel echt een dik boek. Dat houdt me misschien een beetje tegen. Maar ik heb wel zin om dit te lezen. Maar ik zit nu gewoon heel erg in andere series die ik nu verder wil lezen. Waardoor deze een beetje achterblijft. Terwijl ik zeker weet dat als ik deze ga lezen, dat ik weer helemaal excited ben. Maar ik hoor wel een beetje gemixte verhalen over deel 2. Maar die kan ook in mijn kartje. En Once Upon a Broken Heart. Maar ik hoor van veel mensen dat je eerst een andere serie moet lezen. De Carvel serie volgens mij. Dat dat leuker is. Dat het wel kan dat je hiermee begint. Maar logischer is als je die serie eerst leest. Dus dat wil ik eigenlijk wel doen. Ik heb nog The Goldfinch. Mijn zus vond het boek echt fantastisch. En ik hoorde veel goede dingen over. Ik weet niet of het mijn stijl is. Maar dat is juist leuk om dat soort boeken natuurlijk uit te proberen. Dan heb ik A Little Life. Dit boek ontwijk ik gewoon. Ik heb hem gekocht omdat ik er veel goede dingen over had gehoord. Maar ik ben nu gewoon bang. Omdat iedereen super hard jankt bij dit boek. En ik denk dat het heel zwaar gaat zijn. Of nou ja, ik weet al zeker dat het heel zwaar gaat zijn. Dus ja, daarom begin ik er elke keer niet aan. Maar deze kan dan ook in mijn kartje. Should I Tell You? Dit boek heb ik ooit gekocht op Amazon. En nu heb ik niet meer echt de behoefte om dit boek te lezen.
ik pak hem gewoon niet of zo. Dit is dan ook wel geschikt voor het karretje. Dan heb ik powerless, maar ik moet natuurlijk eerst het tweede deel nog aanschaffen. Ik heb dus boek 1 en 3 aangeschaft. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat dit deel 2 was toen ik in Schotland was. Maar dat was niet. Dus ik heb hiervoor nog deel 2 nodig voordat ik dit boek kan lezen. Dus dit boek gaat bij Once Upon a Broken Heart op de stapel van de boeken die ik op dit moment nog niet kan lezen. Dan heb ik Carry On. Ik twijfel ook om dit boek te verkopen. Maar ik ging dus op Goodreads kijken naar de reviews hiervan. En die zijn echt heel hoog. En het is ook wel echt een heel bekend boek blijkbaar. Ik weet niet. Ik heb dit boek ooit in de kringloopwinkel gekocht. Dit boek moet ik ook gewoon een kans gaan geven. Maar het is wel een boek die ik minder snel pak of zo. Dan heb ik 2 delen van de Twisted serie. Ik heb alleen de eerste 2 boeken gelezen. En ik was heel even klaar met de Twisted serie. Omdat ik het echt too much vond. Maar ik ben wel benieuwd naar deze boeken. Dus die moet ik eigenlijk wel gewoon lezen. Ik vergeet bijna dit boek. Maar dit is het boekenclubboek die ik moet lezen. Deze week moet ik hem al uit hebben. Want dan heb ik de boekenclubavond al. Dan zal ik ook trouwens wel filmen voor deze video. Dit boek ga ik deze week lezen. Dus daar zien jullie meer van in deze video. Dit waren dus alle 13 boeken die ik nog heb liggen. Dus het doel voor vandaag is om een karretje te kopen voor de video. Waar ik de boeken in doe. En om hem aan te vullen, dus boeken te kopen. Dus ik ga even energie verzamelen, want ik merk dat dit opnemen me al iets te veel energie kost. En dan ga ik naar de stad toe. Maar als ik merk dat ik me niet lekker ga voelen, dan ga ik gewoon weer lekker naar huis en dan ga ik gewoon lezen. Ik kijk heel even hoe het gaat. Ik moet morgen ook werken, dus ik moet ook wel een beetje mijn energie opsparen voor morgen. Ik ga in ieder geval even een andere broek aandoen en dan ga ik naar de stad en dan neem ik jullie mee natuurlijk. Dus het valt nog mee. Ik ga ze even laten zien aan jullie. Eigenlijk het eerste boek die ik zag liggen heb ik meteen gekocht. Want het sprak me meteen aan. En dat is Happily Never After van Lynn Painter. Zoals jullie misschien wel weten is Lynn Painter wel een van mijn favoriete romance auteurs. Omdat haar boeken gewoon altijd leuk zijn om te lezen. Het is altijd een leuk verhaal. Het is lekker luchtig. Beetje een romcom vibe. En soms heb ik er gewoon zin in. Ik vind de verhalen die zij schrijft gewoon altijd heel erg leuk. En ik ken dit boek dus helemaal niet. Dus ik denk dat dit een nieuw boek is van haar. Ik ga gelijk even kijken. Oh ja, in 2024. Dus dit zal wel haar nieuwste boek zijn. Ik heb het helemaal nog niet voorbij zien komen, om eerlijk te zijn. Het verhaal gaat over Sophie. En ze komt erachter dat haar vriend vreemd gaat. En ze zou gaan trouwen met hem. En blijkbaar is hij al een keer eerder vreemd gegaan. Dus zij huurt een hele knappe man in. Max is zijn naam. Om de ceremonie tijdens de bruiloft te onderbreken. En haar, ja, verloofde te confronteren met dat hij vreemd gaat. En dan worden Max en Sophie dus een soort van partners. En dan gaan ze dus anderen ook helpen om hun partners die vreemd gaan te exposen. Maar dan worden ze ingehuurd door een man die nu samen is met de ex van Max. En Sophie verwacht natuurlijk dat hij er dan juist vol in gaat in die case. Maar het blijkt dat hij nog wel gevoelens heeft voor die ex. En Sophie merkt dat ze daar jaloers van wordt. Dat is het verhaal. En zoals altijd zijn de boeken van Lynn Painter niet heel dik. Ik vind het altijd top omdat het gewoon is wat het moet zijn. Het is niet saai. Het gaat lekker snel. En dat verwacht ik eigenlijk ook wel weer van dit boek. Ik vind de cover ook wel heel erg grappig. Ik hou altijd wel van die funky illustraties. Dus ik ben heel benieuwd naar dit boek. En ik ga deze natuurlijk in mijn prompt jar karretje doen. Ik heb nu al helemaal zin om deze te lezen. Dus ik hoop dat deze snel aan bod gaat komen. Dan heb ik nog een romance boek gekocht. Van Sarah Adams. Practice Makes Perfect. En die staat echt al super lang op mijn TBR. Want ik heb When in Rome van Sarah Adams gelezen.
En die vond ik mega leuk. Het is echt een beetje zo'n cliché verhaal. Maar het is gewoon heel erg leuk en vermakelijk. Het boek gaat over Annie. En ze is gewoon niet zo goed in daten. Mannen vinden haar een beetje saai. En daarom wil ze heel graag zichzelf transformeren in een andere vrouw. En ze heeft één iemand in gedachten die haar hiermee kan gaan helpen. Alleen die persoon zit er niet helemaal op te wachten volgens mij. En het speelt zich dus ook af op dezelfde plek als When in Rome. En dat vond ik dus heel erg leuk in When in Rome. Dat de plek was echt een soort van Gilmore Girls vibe. De mensen waren allemaal heel close. Iedereen kende elkaar. En ja, gewoon een beetje van die grappige karakters zaten erin. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk aan dit boek. Dat het dus op dezelfde plek is. Dus ik ben heel benieuwd naar dit boek. Ik vind het er ook weer heel cute uitzien. En het laatste boek die ik heb gekocht is Ignite Me. Het derde boek van de Shatter Me serie. Ik heb onlangs de tweede deel Unravel Me gelezen. En ik vond het weer helemaal fantastisch. En ik had meteen zoiets van, ik baal ervan dat ik boek 3 niet heb liggen. Want ik wil eigenlijk gewoon doorlezen. Dus ik heb heel erg veel zin om dit boek te lezen. En ik moest het boek gewoon kopen nu dat ik mezelf weer de ruimte heb gegeven om dingen te kopen. Ik ging ook nog kijken naar het tweede deel van de Inheritance Games. Maar ik heb dus een wat grotere versie. En ik zag alleen de kleine versie in de winkel liggen. Dus ik wil wel dat het gelijk aan elkaar is. Dus daar ga ik gewoon een andere keer voor kijken. Voor de rest heb ik nog een Fine Liner gekocht om te annoteren. Want die van mij was op. Dus ik heb deze gekocht. Ik heb deze een keer eerder gehad. En volgens mij vond ik deze fijn. Dus die ga ik nu weer uitproberen. Ik ging dus nog kijken naar zo'n trolley waar ik de boeken in kan doen. Maar ik kon hem nergens vinden. Dus ik heb het net besteld op IKEA. Want ik weet zeker dat die goed is. Volgens mij hebben de meeste mensen gewoon die. Dus die heb ik besteld. Als die binnen is, dan laat ik wel even zien hoe ik hem ga indelen. En hoe het eruit ziet. En waar ik hem neer ga zetten en zo. Maar ik dacht, ik kan in ieder geval mijn prompt jar gaan maken. Dus briefjes gaan maken met de prompt. Ik moet even gaan zoeken op internet wat ik er allemaal op zou kunnen schrijven. Want ik wil gewoon echt superveel briefjes maken. Zodat ik ook niet meer helemaal weet wat erop staat. En ja, dat is juist leuk natuurlijk. Ik ga daarvoor alvast allemaal briefjes maken. Dan heb ik dat in ieder geval alvast af. Ik heb het toch even allemaal getypt. Ik vond het heel moeilijk om dingen te vinden. Maar ik heb gewoon heel veel video's gekeken. En het van andere YouTubers een beetje overgenomen. En ik heb ook op Pinterest gekeken. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb. En ik laat Ewout het op zijn werk uitprinten. Want we hebben thuis geen printer. En dan ga ik vanavond dit allemaal knippen en in een potje doen. Donderdag. En vanavond is de boekenclub. En ik heb intussen dit boek uitgelezen. Ik ga straks de vragen invullen. Maar ik dacht, ik geef jullie eerst even een update over wat ik van dit boek vind. Ik weet niet of ik al heb verteld waar dit boek over gaat. Maar dat zal ik voor zeker nog even doen. Want volgens mij niet. Het genre van dit boek is een thriller en een psychologische fictie. Dus een beetje een mix. Het boek gaat over Jessica. Het gaat over een universiteit waar ze allemaal vrienden heeft gemaakt. En over de reunie 10 jaar later. Maar 10 jaar geleden is één van de vrienden uit die vriendengroep is vermoord. En is 17 keer neergestoken. Maar 10 jaar later weet ze eigenlijk nog steeds niet zeker wie de moord heeft gepleegd. De kans is groot dat het iemand is die wel in die vriendengroep zit. Maar ja, ze vermoeden iemand, maar ze weet het eigenlijk niet zeker. Op die reunie ga je erachter komen wie het heeft gedaan. Maar je leest dus in het boek stukjes van 10 jaar geleden. Maar ook in het nu, dus
tijdens die reunie. Dus dat wisselt heel erg. En normaal gesproken hou ik niet van psychologische ficties. Omdat ik echt een hoofdkarakter en de karakters überhaupt in een boek echt leuk moet vinden. Want dan krijg ik een emotionele band met de karakter en... ja, daar hou ik gewoon heel erg van als ik lees. Maar met psychologische ficties, net als bijvoorbeeld met het boek Yellowface. Dat is nou echt typisch een psychologische fictie waarvan ik de karakter, de hoofdkarakter, verschrikkelijk vond. En daardoor het boek niet leuk vond. Maar heel veel mensen vonden het juist heel tof om vanuit zo iemand te lezen. Maar ik heb dat zelf nooit ervaren, totdat ik dit boek ging lezen. Want ik vond het boek echt fantastisch. Ik had het niet verwacht. Toen ik begon, moest ik ook even inkomen. Want eigenlijk de eerste helft van het boek voelt als een psychologische fictie. En de andere helft van het boek voelt opeens als een thriller. En is het opeens super spannend. Dus eigenlijk de eerste helft van het boek heb je niet eens helemaal door dat het om een thriller gaat. De plot zag ik niet aankomen. Terwijl ik dat best wel vaak heb met thrillers. Dat ik het wel aan zie komen en dat ik dat dus heel erg tegen vind vallen. Waardoor ik het uiteindelijk geen goede thriller vind. Ik heb dus gisteravond het boek uitgelezen en ik heb meteen op mijn laptop de vragen beantwoord. En ik dacht, dan schrijf ik ze vandaag in mijn boekje. Ik vind het altijd fijn om de vragen meteen allemaal op te schrijven. Want dan zit je nog zo erg in het boek en zo erg in het gevoel en de emotie. En vanavond gaan we het erover hebben en ik heb daar dus helemaal zin in. Ik ben heel benieuwd naar de mening van anderen. Grote kans dat mensen dit stom vinden, denk ik. Omdat dus die karakter echt... gewoon gestoord is. Ze spoort gewoon niet. Echt. Ik heb zo vaak dingen ondertekend dat ik dacht van, wat zeg jij? Het slaat zo nergens op. Je bent zo... je denkt zo bizar. En er zitten trouwens heel veel karakters in die echt gestoord zijn. Er zitten ook karakters in die ik heel leuk vond. Ik had ook wel echt een lievelingskarakter. Oh ja, ik heb het trouwens voor de boekenclub een 8,5 gegeven. Ik weet nog niet zeker of het cijfer vaststaat. Maar ik denk sowieso dat het niet lager gaat worden. Nu dat ik het weer tegen jullie vertel... word ik nog enthousiaster over dit boek. Dus ik heb eigenlijk bijna het idee van... moet ik niet gewoon 5 sterren gaan geven? Ik denk wel dat ik dit een 5 sterren vind. Ik denk echt dat ik lang over dit boek ga nadenken. Alleen dan is het 8,5 ook weer te laag. Misschien moet ik het dan een 9 geven. Dat is wel een shocker vanavond. Ik denk dat niemand dit boek een 9 gaat geven. Ik vind het wel lastig. Maar goed, ik denk dat ik het dus rond de 4,5 en 5 sterren geef. Ik krijg trouwens heel veel vragen over de boekenclubjes waar ik in zit... en ik krijg er veel DM's over, hoe dat in elkaar zit, of de vragen daarvoor. En hoe ik daar überhaupt aan ben gekomen. Voor de mensen die daar wat meer over willen weten, ik zal daar nog even wat over vertellen. Ik ben begonnen met een boekenclubje met mijn familie. Want we waren een dagje weg en we gingen boekshoppen daar. En we waren weer helemaal excited, want we houden eigenlijk allemaal heel erg van lezen. En we waren in Maastricht, in die hele mooie boekwinkel, in die kerk. Toen zeiden we dus tegen elkaar van, hoe leuk is het om een boekenclubje te hebben? Dat is toch... heel erg leuk dat je dan een boek gaat lezen en dan vragen beantwoorden. Dus het was wel een beetje uit onszelf bedacht van, is dat dan niet leuk? Want dan zien we elkaar weer ook wat vaker. En dan spreken we ook af om zoveel tijd. En dan helemaal leuk bij iemand thuis. En dan mag je zelf helemaal het thema bepalen. Dus we werden echt helemaal enthousiast. En toen was er een vrouw die ons gesprek hoorde. En die zei, nou, als je een boekenclubje gaat doen, dan is dit boek echt een aanrader. Dus toen dachten we, nou... dat is leuk. Dan gaan we beginnen met de eerste boekenclub met het boek die zij aanraadt. En dan gaan we daarna ons de beurt een boek uitkiezen. Toen had zij het boek Man's Searching for Meaning uitgekozen. Niet echt een boek voor mij trouwens. Ik vond het niet per se een aanrader. Maar ja, dat ben ik. Toen zijn we eigenlijk daarna meteen naar het terras gegaan. En hebben we echt met zo'n online rad besloten wie er daarna een boek uit mag kiezen. En bij wie het dan is op dat moment. En we hebben gelijk allemaal datums voor uitgepland. Zodat we dan niks zouden plannen. En we zijn nu meer dan een jaar verder. En we doen het nog steeds. We hebben nog nooit een datum overgeslagen. We hebben nog nooit een datum verplaatst. We kijken er allemaal altijd heel erg naar uit. Het is super leuk. Wij doen het altijd op vrijdagavond. En doen dat dan met eten. En degene die het organiseert, die bepaalt gewoon helemaal het thema. Je kan het in het thema doen van het boek. Dus als je bijvoorbeeld een thriller hebt, dat je een beetje een spooky thema doet. Maar je kan ook een heel ander thema doen. Wat jij leuk vindt. Mijn moeder heeft een keer Amerikaans gedaan. En dan had ze allemaal mini snacks en mac and cheese en hamburgertjes en dan milkshakes en popcorn en zo. Maar je kan het natuurlijk helemaal doen op jouw manier. Maar het is geen must dat je er een thema aan geeft. Dat hoeft helemaal niet. Sommigen doen ook een leuke presentatie of hebben de vragen verwerkt in een presentatie of doen een leuke quiz. We beginnen altijd met de vraag stellen en dan mag je om de beurten ja, je vraag beantwoorden. Dus je leest voor wat je hebt opgeschreven. En dan als iedereen het heeft beantwoord, dan ga je die vraag bespreken. En zo doen we het eigenlijk met alle vragen. Echt zo leuk, omdat iedereen echt een andere mening heeft. We hebben nog nooit gehad dat iedereen het boek fantastisch vond of iedereen het boek stom vond. De meningen zijn altijd anders. En dat is dus heel leuk. En nu heb ik dus sinds kort met mijn vriendinnen een boekenclubje
gevormd. Want op mijn verjaardag waren Lotte en Marieke in gesprek. En die zeiden van, ja, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Toen zei ik, nou ja, met z'n drieën is misschien een beetje weinig. Dus ik ga even kijken qua vriendinnen wie het ook leuk vinden. Toen is uiteindelijk Kira erbij gekomen. En een vriendin van Marieke, Iris, is er nog bij gekomen. Dus we zijn nu ook gewoon met een leuk clubje. We hebben tot nu toe nog maar één avond gehad met dat boekenclubje. Dus vanavond is de tweede avond bij Marieke in Tiny House. Ze woont in een Tiny House. Helemaal leuk. Ik zal gaan filmen vanavond ook. Ik heb helemaal zin in vanavond. En dan gaan we dus dit boek bespreken. En Lotte is daarna aan de beurt. Dus die neemt vanavond haar boek mee die wij moeten gaan lezen. Dus wij weten dan allemaal nog niet welk boek het gaat zijn. Aan het einde van de avond laat zij zien, nou, dit is het volgende boek. En dan hebben we zo lang de tijd om het boek te lezen. Tijd ertussen kan je natuurlijk zelf bepalen. Met mijn familie is het meestal 2 tot 3 maanden. En met mijn boekenclub met mijn vriendinnen is het meestal 1,5 maand ongeveer. Want wij lezen allemaal gewoon wat meer. En vinden het ook leuk om wat vaker af te spreken. Ik krijg trouwens ook heel vaak de vraag van, wat voor vragen moeten we dan doen? Hoe moet dit met de boekenclub? Er zitten geen regels aan verbonden. Je mag helemaal zelf bepalen hoe je het leuk vindt. Ook qua vragen. Wij hebben gewoon zelf vragen bedacht. Ik heb natuurlijk 2 boekenclubjes en de vragen zijn ook allebei anders bij allebei de boekenclubjes. Omdat we gewoon een keertje hebben afgesproken en toen de vragen hebben besproken met elkaar. En mijn vriendinnen vinden weer andere vragen leuker. Dus ja, dat kan je zelf bepalen. Ik kan eventueel van één van die boekenclubjes de vragen in de beschrijving zetten. Daar kan je dan wat inspiratie uit halen als je dat leuk vindt. Maar dat was dus even wat meer informatie daarover. Als jullie nog meer vragen hebben, laat het gerust weten in de comments. En dan kan ik het natuurlijk allemaal beantwoorden. Maar weet dat het gewoon allemaal op de manier kan hoe jij het leuk vindt. Ja, en ik wil trouwens ook nog wel zeggen dat ik wel aan het nadenken ben om misschien een soort van online boekenclub te gaan creëren. Zodat we het online kunnen doen met elkaar. Omdat heel veel mensen mij ook DM'den met dat ze eigenlijk niet echt mensen hebben in hun omgeving die zoveel lezen. Dus I'm working on it. Ik ga daar even goed over nadenken hoe dat op een leuke manier kan. Ik kom daarop terug. Ik moet er even goed over na gaan denken. Maar het lijkt mij ook wel heel erg leuk om dat online misschien met jullie te doen. Of er misschien een soort YouTube-serie van te maken. Of ja, of een soort van online platform daarvoor te hebben. Dat we daar, ja, iets leuks mee kunnen doen. Ik moet gewoon even goed brainstormen hoe ik dat echt op een hele leuke manier kan gaan doen. Ik kom daar nog op terug. Ik ga nu de vragen invullen. Het IKEA-karretje is binnen, dus ik ga hem nu in elkaar zetten en ik ga jullie even een timelapse geven. Ik ben helemaal benieuwd hoe het gaat worden. Nou, kijk hoe cute. Ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel boeken. Ik heb wat boeken gewoon toegevoegd van Eroad. Zoals, even kijken hoor, How to Stop Time. Die stond niet per se op de planning om te lezen, maar ben op zich opnieuw daar. Dit boek van Stephen King. They Both Die at the End.
Je stopt ook niet per se op een TBR, maar nou, zo vul ik wel het kartje een beetje. Dus dat is wel leuk. En dit boek kan ik nog niet lezen natuurlijk. Maar ik heb hem er wel gewoon even alvast bij gedaan. Dus eigenlijk betekent het dat ik meer boeken moet kopen. Ik vind het er in ieder geval helemaal leuk uitzien. Dus ik ga binnenkort deze video opnemen en dan zien jullie dat voorbij komen. Oké, ik ben dus nu deze video aan het editen. En ik dacht opeens, ik heb helemaal geen eindshot opgenomen. Dus hierbij ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, ondanks dat ik wel wat meer heb gepraat dan normaal. En wat minder sfeer wilde. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je in de volgende video. Doei!